Maar eerst nog eventjes, want na bijna 3 jaar was het gisteravond eindelijk weer zover. De film Sof 2, hè, die is uit. Mm-hmm. Hij ging in première in Amsterdam. Kortom, weer een beetje koken, zwijmelen en natuurlijk ook lachen met Sof. Vanuit Delamar in hartje Amsterdam zijn we inderdaad bij de première van Sof 2. We moesten er even op wachten, maar hier zijn we dan. What are your expectations for tonight? I think we're just excited to be here, you know, Sof 2 finally after you know, a few years. Het is een beetje de Nederlandse Bridget Jones met een waanzinnige Lies Visgedijk. Vetja, ik verheug me erg, veel plezier. Casper en Sof gaan dus uit elkaar. En dan, wat doe je? Hoe reageren de kinderen? Komen de nieuwe liefdes? Nou, de onhandigheid van het leven, wat er dan allemaal gaat gebeuren. Jongens, we moeten jullie iets vertellen. Sof, wil je van me scheiden? Ja, ik wil. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb heel erg veel zin in. Ik denk dat het weer, even hoop dat het net zoals Sof 1 wordt, dat je dus echt met een lach en een traan zit te kijken. We vinden dat je een poosje thuis moet blijven. Wat moet ik dan de hele dag doen? Jij moet heel goed voor jezelf gaan zorgen. Je kinderfeestje. Papa heeft een nieuwe vriendin. Nou, dat is wel echt superleuk voor papa, zeg. Jeetje. Het gaat natuurlijk over relatieperikelen. Hebben jullie nog tips voor stelletjes Nederland? Hoe hou je het goed? Ja, voor mij is het echt gewoon gul zijn naar elkaar. En elkaar dingen gunnen. Dat is echt de truc. En tegelijkertijd ook aan de bel trekken als je denkt, nu gun ik mij dat jij er weer bent. En dat vinden wij dat best leuk doen. Ja, dat doen we wel. We go on trips together, just the two of us. Away from the kids sometimes. Just to keep things, you know, fresh and reconnect when we feel like we need to. And yeah, I mean, life is good. So we just try to enjoy it together and laugh as much as we can. De dingen die waar je zelf ook blij van wordt, dan word je blijer en energieker en vind je elkaar leuk. Ja. Weer. Als hij thuis komt met een sprankeling in zijn oog, dan vind ik hem ook leuker en aantrekkelijker en fijner om bij te zijn. Ja. Ja. Een amuse, krokant gebakken boekweit met tofu en een geconfijte kumquat. Wacht even, die nieuwe kok is toch niet een soort gezondheidsfundamentalist? Ah! Staat hij aan? Ja, hè? Person was afraid I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. In één zin, waarom moeten mensen deze film komen zien? Omdat ze kunnen lachen en kunnen huilen om deze film. En zich, ik hoop dat ze zich heel erg erin herkennen. It's just a rollercoaster. It takes you, you know, an emotional ride. Highs and lows. And I think there's something for everybody. Everyone can relate to the characters in the film. Yeah, so just like the first film, I think people are going to love it. Ik hoop dat mensen misschien naar buiten lopen met het idee van ik moet het maar een beetje leuk hebben ook met mezelf. Een beetje lief zijn voor mezelf. En een grote roze koek opeten.